Er is natuurlijk veel te doen om de wolf in Nederland. En dit betekent dat eigenaren van een wolfhond, een hondenras, dit ook merken. Jullie zijn twee vriendinnen van elkaar en jullie hebben allebei wolfhonden. Dat klopt. En zo kennen we elkaar eigenlijk ook van de honden. De Tsjechoslowaakse wolfhond is oorspronkelijk gefokt om de Duitse herder te verbeteren. Omdat ze een hond wilden die het ijzeren gordijn kon bewaken in destijds Tsjechoslowakije. Ah. En toen wilden ze een hond die nog meer uithoudingsvermogen had en nog scherper was en nog sterker was dan de Duitse herder. Ja. Alleen de Tsjech bleek daar niet helemaal voor geschikt, want hij ging zich te veel hechten aan de mensen met wie hij moest samenwerken. Okay. Nou zijn we hier omdat jullie honden natuurlijk heel erg lijken op de wolf. Ja, ja, dat is zo. Ja. Hoor je dat veel? Ja, ik krijg echt heel veel grapjes krijg je er wel over. Van zelfvervangende Veluwe en weet je, nou ja, dat soort dingen nu helemaal. Ja. En je krijgt een hele hoop vragen. Maak jij bange mensen mee ook? Nou, ik reis heel veel met het openbaar vervoer. Ik heb geen rijbewijs, maar voor mijn werk geef ik lezingen door het hele land. En dan reis ik met de trein. En ik maak regelmatig mee dat mensen echt niet in de coupé willen zitten als ze Jurico zien. Terwijl zij zich super goed gedraagt in de trein. Zij ligt gewoon eigenlijk te slapen. Ja. Maar ze durven er niet bij en ze zijn bang. Maar het andere uiterste maak ik ook mee, hoor. Dat ze foto's willen maken of alles willen weten over haar. Ja. Dus het zijn heel uiteenlopende reacties. Maar als ik in een gebied ben waar ook wilde wolven leven, zoals Drents-Friese Wold of zoiets. Ja. Dan doe ik haar een bandana om en een heel felgekleurd tuigje. Zodat mensen gelijk zien dat het geen wolf is. Juist. Hoeveel procent van jullie honden is nou wolf? Hè? Even foktechnisch gezien. Jurikootje is 30% wolf en 70% Duitse herder. En ik heb er thuis nog twee en daarvan is er eentje iets minder, 22% wolf. En de jongste is 32% wolf. Okay. Leila hier zo, die heeft het meeste wolf in zich. Zij is wat we noemen een mid-content wolfhond. Dus zij is een beetje half hond, half wolf. Joh. Ik heb pas geleden een foto, een soort collage gemaakt. Side-by-side gemaakt van de wolf in Leusden, waar heel veel over te doen was. Met daaronder een foto van mijn jongste wolfhond Marshall, die is 3. En dan zie je dat hij heel veel op die wolf uit Leusden lijkt. Ja. Alleen omdat hij geen pure wolf is, maar Duitse herder in zijn lijn heeft hij de kleuren van een Duitse herder, maar precies de manier van lopen en de bouw van die wolf uit Leusden. En die overeenkomst is heel mooi om te zien. Maar er is wel een beetje een sfeer in het land van de wolf moet weg en je mag hem neerschieten bij wijze van. Hè? Dat is inderdaad het dingetje, daarom ook wat Judith al zegt, van felgekleurde tuigen en alles, en maar zoveel mogelijk dingen dat je ziet dat het een hond is. Van dit is een baasje, maar... Ben je daar bang voor, dat er iets met ze gebeurt? Ja, in principe wel. Ik ben ook, zij zei net over de Drents-Friese Wolden, daar gingen wij ook heen, maar ik ben er niet meer naartoe gegaan. Zelfs vorige keer dat ik er was, waren er heel veel mensen die me aanspraken van, oh kijk je uit, want daar en daar is in het veld van een boer, nou die is niet goed bij zijn hoofd hoor, dan moet je echt wegblijven met hem. Hetzelfde geld pakt hij een jachtgeweer. Nou, dan schrik je toch wel en dan denk je, dus je kan niet meer overal met je hond heen. Nee. Hoe kijken jullie aan eigenlijk tegen die hele discussie van de wolf nu in Nederland? Ja, ik vind het een beetje lastig. Ik heb ook met de boswacht een tijdje teruggesproken, die zei ook, ja, het is een keertje wachten tot er in de enorme reeënpopulatie hier een keertje mond- en klauwzeer of zoiets uitbreekt. Ja, aan de andere kant, er worden natuurlijk ook hartstikke veel schapen doodgebeten. Er is zelfs een kind aangevallen, geloof ik. Er was een tijdje geleden in het nieuws dat er een kindje was aangevallen. Maar als er waarschijnlijk alleen maar aangetikt was door de neus van die wolf. Die wou zeggen, hallo, ik heb kindjes hier. Die wolf had zelf kindjes. Maar waar mensen veel banger voor moeten zijn, zijn wilde zwijnen met jonkies. Elk dier dat jonkies heeft, gaat zijn kroost verdedigen. Ook roofvogels, ook iedereen. Dus de wolf doet dat ook. Als je weet dat er een gebied is waar een wolf jonkies heeft, ja, dan moet je daar misschien niet met heel je kleuterklas naartoe gaan. Nee, maar lekker dan, want we zijn met z'n allen bang voor de wolf, dat die in Nederland terug is. Maar nu sla je nog een alarm. We moeten ook bang zijn voor de wilde zwijnen. Ja, dat is altijd al zo geweest. Ik denk dat iedereen die regelmatig in de natuur komt, die weet dat je in het voorjaar moet je uitkijken, want dan hebben wilde zwijnen jonkies. En dan wil je ze gewoon niet tegenkomen, niet met je kind en niet met je hond. En dan moet je gewoon uitkijken, dat moet je niet opzoeken. En de wolf wordt nu een beetje opgezocht door mensen, want ze weten waar die zit. Je kan overal heen, maar dan ga je specifiek daar naartoe. Ja. Jullie hebben prachtige honden. Dankjewel.